Stel dat het Rijk besluit Lelystad Airport niet te openen. Dan hoop ik van harte, en hoopt de VVD Lelystad van harte, dat Defensie daar een positie inneemt. Dat Defensie ja. een positie inneemt? Ja. En daarmee bedoelen wij te zeggen, het is een fantastische luchthaven voor maintenance. En overhaul, dat hebben we al hè, op dit moment. Dus het wordt een luchtmachtbasis? Nou, een luchtmachtbasis. Je zou kunnen denken aan een locatie waar je onderhoud kunt plegen. Waar je duurzame en hoogstaande arbeid kunt verrichten. GroenLinks, wat als het vliegveld niet open gaat voor vakantievluchten, wat moet er dan mee gebeuren? Oh, daar kan van alles en al wat mee gebeuren. Kijk, allereerst... U bent ook wel gek waarschijnlijk, hè? Defensie en dat daar een belangrijke rol voor gaat spelen. Dat weet ik niet. Daar heb ik überhaupt niet over nagedacht. Kijk, mijn punt is dan... Allereerst, de luchthavengebouwen, de luchthaven is eigendom van Schiphol. Dus Schiphol is de bepalende factor wat daar dan mee te gaan doen. Dus als Schiphol die grond wil gaan verkopen... of als ze die gebouwen willen gaan verkopen of willen gaan slopen of wat anders... ja, dat is primair aan hen. Ik denk dat er hele goede andere functies te bedenken zijn op die plek. Zoals? Met deels gebruikmakend van die gebouwen. We hebben altijd nog eens gehoopt op een mooi congrescentrum hier bijvoorbeeld... waar je grotere bijeenkomsten en dingen kunt houden. Nou, lijkt mij die hal uitstekend voor geschikt. Maar een hele leuke lijkt mij eigenlijk nog... maar dan denk je echt veel verder... Dat treinverkeer dat moet op gang komen in Europa. En dat heeft straks ook gewoon nieuwe plekken nodig. En je moet er toch niet aan denken dat al dat internationale snelle treinverkeer... straks via Amsterdam Centraal of via Utrecht Centraal moet gaan lopen. Dat kan, past allemaal gewoon niet. Dat kan allemaal niet.